voorsprong. En die gaat van zo lang zal zijn leven niet meer achterhaald worden. De tweede plaats, nog voor Cem ter Sijpen. Het zou toch ongelooflijk knap zijn als die uit de greep van Gotjev Boko kan blijven. Gotjev Boko aan de buitenzijde op dit moment in gevecht om plek 3. En we komen dan in de laatste rechte lijn en het is Monaco Royal Event. Die leidt tweede plaats aan de binnenzijde. Nog altijd voor Cem ter Sijpen en dan Gotjev Boko. Het is de 6 die het wint voor de 4. Dan nog de 1 aan de buitenzijde van de 7 die naar plek 3 sprint. En dan nog maar een keer ronddraaien om de eerronde te maken. U kunt in de handen, dames en heren, voor Monaco Royal Event en Fred Handelaar. En naast me staat de eigenaar Peter Delis. Peter, van harte. Hij moest een werkje hebben, denk ik. Ja, nou ja, en Alkmaar moest doorgaan, hè. Dus heel eerlijk, hij had nog nooit gewonnen. Natuurlijk was hij wel zesde in Vincennes, maar een overwinning in Alkmaar smaakt ook heerlijk. Dus daarom starten we hier graag met hem. Je haalde het punt al aan. Alkmaar moet doorgaan. Dat is volgende week niet aan de orde. Jij bent een man met ideeën. Je had een goed idee. Heb je er nog één misschien? Nou ja, zometeen zit ik nog even met Kees en met Fred. Ik kan de paarden die er niet zijn, kan ik natuurlijk ook niet uit de hoge hoed toveren. Maar er zijn wel wat ideeën. Misschien wat vaker paarden twee keer. Zo'n 1000 meter koers kan best twee keer lopen. Hadden we 9 koersen gehad. Dus het schijnt voor aanstaande maandag schijnt het helemaal dramatisch geweest te zijn. Dus, dat was een kansloze missie, maar dat kon je van tevoren een beetje aanvoelen. Ja, helaas wel. Maar hopelijk komen er weer wat paarden van rust. Maar ik heb ook niet de wijsheid in pacht en de oplossing. Maar zoals altijd, Peter, heeft het Astalpeder niet gelegen vandaag? Nee, zeker niet. We hebben er 5, dus aan ons heeft het zeker niet gelegen. De eerste overwinning is binnen. Proficiat. Dankjewel. Nog 100 meter. De start is gevallen. Het gaat mis achter de auto met Escape Convital. Het gaat goed achter de auto met de favoriet. Dat is paard nummer 6, Monaco Royal Event. En die gaat TD Sleipner aanvallen voor de leiding. Monaco Royal Event aan de buitenzijde. TD Sleipner aan de binnenkant. Dat is de 1-2 en een derde stelling. Nou, ik zei dat het misging met Escape Convital. Maar die heeft zich dan op wonderlijke wijze weten te herstellen. En ligt daar op de derde plaats. Achter deze paarden vinden we dan terug op plek 4. Cem ter Sijpen. En aansluiting is er voor Gotjev Boko. Deelnemers gaan op weg naar de verre linkerbocht en uw favoriet Monaco Royal Event dicteert het tempo. En in principe het paard waar het meeste gevaar van zou kunnen komen, die ligt op dit moment nog laatste. Johnny Hunneman die sluit de rij, de overige deelnemers daartussen. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Monaco Royal Event heeft een lengte voor. Op de tweede plaats daarachter volgt dan TD Sleipner. In derde stelling Escape Convital. En achter Escape Convital volgt dan Cem ter Sijpen met op de laatste plaats Gotjev Boko. Langs de rechter 2 rondes te gaan en je ziet dat hij wel wat harder wil, maar goed, het hoeft eigenlijk niet. En Fred Handelaar laat Monaco Royal Event, houdt een beetje bij zich. Desalniettemin pakt hij inmiddels 1,5 lengte voorsprong. Tweede plaats voor TD Sleipner. Derde is Escape Convital. En op de vierde plaats volgt dan aan de binnenzijde Cem ter Sijpen. En vijfde en laatste nog altijd de 7, Gotjev Boko. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En Monaco Royal Event gaat er een show van maken. Dat kan bijna niet anders. Heeft inmiddels spelenderwijs een lengte of 4 voorsprong genomen op TD Sleipner. Daarachter gaat Escape Convital ogenschijnlijk makkelijk mee. En achter deze Escape Convital volgt dan in vierde stelling Cem ter Sijpen. En achter Cem ter Sijpen Gotjev Boko. Het is op dit moment een leuke strijd voor plek 2. En normaal gesproken mag je verwachten dat het stal-PD feestje compleet gaat worden. Daar komt nu ook de aanval 3 dik van Gotjev Boko. Wordt nog vooraf gegaan door Cem ter Sijpen, maar Handelaar gaat daar niet op wachten en die brengt het veld de laatste ronde in met Monaco Royal Event. Naar plek 2. Aan de buitenzijde paard nummer 4 en dat is Cem ter Sijpen. Achter deze Cem ter Sijpen komt aan de buitenzijde naar voren, terwijl de koploper nu ook eventjes een momentje van groenigheid kende. Aan de buitenzijde komt naar voren Escape Convital en achter Gotjev Boko en achter Gotjev Boko Escape Convital. Zo is het. En zo gaan we op weg naar de overkant van de baan. Het was even bij de uitgang waar paard nummer 6 Monaco Royal Event een moment van onachtzaamheid had. Maar dat is inmiddels al lang en breed rechtgetrokken. Grote voorsprong en die gaat van zijn lang zal zijn leven niet meer achterhaald worden. De tweede plaats nog voor Cem ter Sijpen. Het zou toch ongelooflijk knap zijn als die uit de greep van Gotjev Boko kan blijven. Gotjev Boko aan de buitenzijde op dit moment in gevecht om plek 3. En we komen dan in de laatste rechte lijn en het is Monaco Royal Event. Die leidt tweede plaats aan de binnenzijde. Nog altijd voor Cem ter Sijpen dan Gotjev Boko. Het is de 6 die het wint voor de 4. Dan nog de 1 aan de buitenzijde van de 7 die naar plek 3 sprint.